Mag ik spreken? Ja, welkom bij Vettige Klap. Hallo, welkom bij Vettige Klap. Ik ben Kaar, uw kwartiermeester, en we zitten hier met dokter Joseph. Kan iedereen alles goed horen? Ja, als ik niks zeg, dan horen ze niks, hè? Hallo, hier. Gemoogd, dokter, gemoogd de commentaren lezen, hè. Maar dat is niet waarvoor dat we hier zijn. Waarvoor zijt je dan daar? Wij zijn hier om samen de stemtest te doen. De federale stemtest dan nog wel. De federale stemtest van de VRT. Wel, ik zal die eens doen. Het eerste dat ik zie, dat is... Als je rijdt, mag je helemaal geen alcohol gedronken hebben. Wat is dat voor een flauwe zever? Ik rijd al 55 jaar op alcohol zonder één ongeval. En ik word liever vermeden door een zatlap dan aangereden door een nuchtere pipo. Voilà, dus ik ben het oneens met die stelling. De wettelijke pensioenleeftijd als laak over. Ook na 2025 moeten we de kerncentrales open houden. Ik ben het eens. Sorry. Ja, wel, ik ben het eigenlijk. Maar nee, ja, ik ben niet mee, hè. Je gaat veel te snel, dokter. Dat is waarom dat we remmen op uw rollator hebben gezet. Ah, ja, ja. Ik zit aan het belastingsvoordeel voor bedrijf. Transmigranten onderdak bieden moet strafbaar zijn. Eens of oneens? Absoluut. Eens. Dat moet strafbaar zijn. Maar waarom? Je mag jij toch eender wie onderdak bieden? Nee, je mag jij geen misdadiger onderdak bieden. En al die illegale indringers, dat zijn misdadigers. Dus wie misdadigers onderdak biedt, die is mede schuldig. Vroeger, in de oorlog van 40, herinnert mij nog dat wie de Duitsers onderdak bood. En wel, die riskeerde een kogel van het verzet te krijgen. Allee, welke stelling... Oké, okay, ja, ik ben het hiermee niet eens... Ja, dat is uw probleem, ja, hè. Dat is Oké. Allee, ook na 2025 moeten we kijken dat die... Ja. De kerncentrales moeten open blijven. Anders zullen we ons moeten verwarmen met paardenstront. En aangezien er nog weinig paarden zijn in dit land, zullen we het koud hebben. Europa moet sociale bevoegdheden krijgen. Bevoegdheden. Europa moet niks krijgen. Europa, wat is dat Europa? Zijn dat die 27 landen? Nee. Europa, dat is van Gibraltar tot aan de Oeral. En waarom zouden die, dat zijn verschillende sociale systemen? Iemand van Finland, die heeft niet dezelfde problemen als een Portugees. Europa, de Europese Unie, dat gaat niet. Stel u dat voor, dat is een appartementsgebouw met 27 kamers, waar iedereen een andere taal spreekt. En ze zouden willen dat die elkaar verstaan en... Ze willen meer dat er grenzen zijn. Dus die 27 appartementen in dat gebouw, die hebben geen deuren meer. Ze zeggen, ah ja, maar daar is een buitendeur. Dus daarmee houden we de immigranten tegen. Ah nee. Dus Europa moet niks krijgen. Europa moet afgeschaft worden. Okay. Volgende stelling. Wat is de volgende stelling? Ja, lees de geit, hè. Peken, ik ben hier nog steeds niet zeker of dat van alle burgers. Vingerafdrukken van alle burgers moeten in een centrale databank worden bijgehouden. Ik ben het daar mee niet eens, ik ben het oneens. De burger wordt al genoeg gecontroleerd door Big Brother. Wij hebben geen behoefte aan camera's die ons doen en laten volgen, aan vingerafdrukken, aan irisafdrukken, ik weet niet allemaal welke afdrukken. En wat doen we? Met de privacy. Ik zal nog een keer een andere stelling nemen, hè. Aan welke nummer zit jij? Want om eerlijk te zijn, ik ben u kwijt. Ach, ik doe maar zo voor. Ik weet niet, ik zit hier op... Het moet wettelijk verboden zijn voor ouders om hun kinderen te slaan. Nee, sommige kinderen verdienen het. Kijk maar naar onze Discord.
Voilà, en hadden uw ouders, hè, uw mening geslagen, hè? En wel, dat zou misschien beter uitgedraaid zijn. En hadden uw ouders u minder geslagen, en wel, je zou misschien knapper zijn. Ja, en had uw vader, hè, op een Leuvense stoof geschoten, het zou op een sisser afgelopen zijn. Dus, ik ben het oneens dat het wettelijk verboden moet worden voor kinderen om hun ouders te slaan. Ik ben daar oneens over. Diesel moet meer belast worden, oneens. Belastingen, wat is dat voor een zeven? Er moeten in de regering evenveel mannen als vrouwen zitten. Wat bedoelen ze met mannen? En wat bedoelen ze met vrouwen? En wat doen ze met homoseksuelen? En wat doen ze met transseksuelen? En wat doen ze met, hoe noemen ze dat, divers seksuelen? Of dat heeft een speciale naam. Nee. En hoe bepaalde dat een vrouw zet? Is Magie de Bob, is dat een vrouw? Ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Weids, is dat een man? Ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Dus ik ben met die stelling oneens. De lonen mogen niet automatisch aan prijsstijgingen worden aangepast. Dat slaakt over. Als het brood omhoog gaat, dan moet het loon ook omhoog gaan. Hè? Dat slaakt over. Ik heb geld genoeg, dat interesseert mij niet. Ja, lonen ja, of geen lonen. Ja, de overheid moet praktijktesten doen om te controleren op discriminatie bij aanwervingen. Dus de overheid gaat ons controleren. Daarmee ben ik het totaal oneens. Want ik noem dat uitlokking. Ja. Dat is een misdrijf. Uitlokken. Zeggen, oh, goeiedag, ik ben Ahmed, mag ik bij u komen wonen? En dan zeggen de mensen natuurlijk, ga in de woestijn wonen. En dan zijn het racisten. Dus ik ben met die stelling oneens. Sorry, ik ben nog steeds niet aan het volgen, want ik weet niet aan welke nummer dat je zit. Waar kan ik dat nummer zien? Want dat staat daar boven, het dokterke van mijn kloten. Kies 19 stemtest, federale verkiezingen. En dan? Ik 20, A20. Nu zit ik aan 20. Wat zit ik? Waar dat jij zit? Ik zit aan 26. Oké, we gaan terug naar 20. Dat weet ik niet. En wel 20 sla ik over. Wat is dat? De sociale zekerheid, ja. Blablabla. Ik ben oneens, ik kan niet meer overslaan. Ook na 12 weken zwangerschap moet abortus nog toegestaan. Nee, ik heb dat onderzocht en dat is echt een mini-menske, hè, dat daar zit. 12 weken is echt de limiet. Ik ben het daarmee oneens. Ik vind op dit ogenblik dat er zo een viabele middelen zijn, hè, om anticonceptie te doen, de pil, het spiraalke, de caoutchouc omduwen, Joseph. Wel, dan, abortus is de meest bloedige manier van een geboortebeperking te doen. Dat is iets van in Gieseke's tijd. Laten we dat afschaffen. Geen abortus meer. Vrouwen die zwanger geraken, dat is dat ze de pil niet gepakt hebben, of dat ze de morning after pil niet gepakt hebben, of dat het domme kallers zijn. Wel, die moeten maar voor de gevolgen van hun domheid instaan. Dus, ik ben het oneens dat na 12 weken zwangerschap abortus moet toegestaan worden. Ik ben het ook oneens. Ik denk, abortus dan wel tot 12 weken. Er moet een rijbewijs met strafpunten ingevoerd worden. Ja, dat was van een dikke dame. Die wou dat al. Er moet een rijbewijs met strafpunten ingevoerd worden. En dan scharde hij tussen zijn benen. En hij trok zijn broek over zijn dikke buik. En hij zei, let the beast go. Ja, let the beast go. De dikke lompen scheef. Geen strafpunten, een rijbewijs. Als je kunt rijden, moet je niet het bewijs leveren. Het bewijs wordt geleverd door het feit. Wie niet kan rijden, en wel, die zal botsen. En dat is het bewijs dat hij niet kan rijden. Je moet dat niet bewijzen. Ik moet bijvoorbeeld niet bewijzen dat ik potent ben.
als ik kinderen maak, is het bewijs daar. Dus iemand die kan rijden, die moet dan niet bewijzen. Dat dus ik ben het oneens met die strafpunten. Er moeten politiecamera's op straat bijkomen. Maar jongens, toch, we zijn hier bij George Orwell aanbeland. Big Brother's watching you. Oh nee, ja, totaal oneens. Allee, ik doe verder. Ja. Werklozen moeten hun uitkering na een tijd verliezen. Ik zou zeggen, vreemdelingen die werkloos zijn, moeten hun uitkering na één dag verliezen. Maar gewone sukkelaars, voor die €1000 dat ze krijgen. En dan gaan ze ze nog, afpakken. Waar gaan ze dan naartoe gaan? Naar het OCMW. En ze zeggen altijd, ja, maar er zijn zoveel jobs in te vullen. Ja, het zal wel. Een werkloze die gaat een keer computerspecialist worden. Of die gaat een keer chirurg worden. Die knelpuntberoepen. Maar de gewoon beroepen waar de werklozen vroeger werkten, dat wordt nu door robots gedaan. Voilà. En die robots die doen hun mond niet open. Die komen voorlopig nog niet in opstand. En de mensen staan op straat en ze moeten met een almoes overleven. He, want als je 300 moet betalen voor gas, elektriciteit en water en 600 voor uw huishuur, dat is €900. Dan houd je maar €100 over om 30 dagen te rekken. Dan kun je naar de Aldi gaan, maar daarmee komt ook niet meer weg. Dus oneens. Burgers met een dubbele nationaliteit mogen Belgische nationaliteit niet langer kunnen verliezen na het plegen van zware misdaden. Burgers met een dubbele nationaliteit die moeten op hun oorspronkelijke nationaliteit gepakt worden, plegen ze een zware misdaad buiten. Plegen ze de minder zware misdaad buiten. Plegen ze geen zware misdaad, maar overschrijden ze een lijn, dan kunnen we even zeggen, hoe zijn jullie hier gekomen, jongen? Wat zijn jullie hier komen doen? Is het om te werken? Dan mogen ze blijven als ze werken. Heb je geen werk? Sorry. Je moet gaan. In Frans zeggen ze, on a demandé personne. Want het is een fabelke dat wij die dubbel nationale zouden nodig hebben om hier de economie draaiend te houden. Of om onze pensioenen te betalen. Natuurlijk niet. Allee, we zullen doorgaan, want de volgende vraag is heel persoonlijk voor u. De NMBS moet concurrentie krijgen. Nee, niet in die. Niet is dat dat? Euthanasie voor ondraaglijk psychisch lijden moet worden verboden. Ik vind dat ze u al lang hadden moeten doden. Ik ben tegen euthanasie. Ik ben voor ondraaglijk psychisch lijden. Ondraaglijk psychisch lijden. Psychisch lijden, dat bestaat niet. Een stamp op uw tenen. Dat goede. Ja, psychisch lijden, toont mij uw psyche en ik zal u zeggen dat je lijdt. Maar psychisch lijden, wat is dat? Het is gemakkelijk te zeggen, oh, ik heb een burn-out. Oh, ik lijd psychisch. Ja, het Vlaamse gezegde zegt, zot zijn doet geen zeer. Wel, als ze geen zeer hebben, waarom zouden ze euthanasie moeten kijken? Maar wat dat er nu bezig is, ze zijn de oude mensen aan het dwingen economische euthanasie te plegen. Ze zeggen, ja, je bent nog goed, bompa, maar je kost heel veel aan de kleinkinderen. Zouden niet beter gaan rijspap eten met een gouden lepeltje bij Sint-Pieter? Wel, dan word ik nog liever moslim en laat ik mij ontploffen. Dan heb ik tenminste 72 maagden. Oké, we gaan door naar nog een leuke vraag, zodat de kinderen ook eens kunnen spreken met u. Hè? Dan gaan we naar vettige klap. Zeg eens, heb jij een toffe vraag nog gezien? Ah, vaderschapsverlof. Wat vind jij van vaderschapsverlof? Dat is de grootste waanzin die er bestaat. Dat is de vervrouwelijking van de maatschappij. Vaderschap, dat bestaat eigenlijk niet. Er bestaat alleen het vermoeden van vaderschap. De moeder, dat is duidelijk. Dat is waar het kind uitkomt. Maar de vader,
waren erbij. Hebben er het kind er zien uitkomen uit zijn Charlotte. Nee, dus vaderschap, dat bestaat niet. Dat is cultureel bepaald. Ze willen nu de mensen dwingen dat ze zich vader zouden voelen. Wel, ja. En Napoleon had dat goed geregeld. Die zei, de vader, dat is de man van de vrouw. Daarmee uit, of dat nu door een andere gemaakt was of niet. Nee, en het kind kreeg de naam van de vader. Dus, als de vader er met een jongen gepoppen van onderuit trok, moest hij voor dat kind betalen, want dat kind had zijn naam. Maar nu, dat ze de feministen bekomen hebben, dat je mag kiezen welke naam het kind draagt, en de vrouw die Peters heet, die noemt haar kind Kevin Peters, en de man die Jansen heet, als die met een jonge poppen gaat, dan zegt hij, ik betaal niet meer voor die Kevin Peters, ik ben de Janssens, ik betaal niet voor de Peters. Voilà, dat zijn allemaal conflict situaties die ontstaan omdat de feministen, die in alles de mannen wilden benaderen, tot op een zeker punt, toen ze niet meer komen, dan hebben ze geprobeerd de mannen op hun niveau naar beneden te halen, de mannen te vervrouwelijken. En zo komt het dat de feministische beweging hand in hand gaat met de holebistische beweging. Wat wil je nog weten, jongen? Of gaan we nu met kinderen babbelen? Als die dan vraagt voor gezinnen met kinderen, het kan mij niet schelen. De overheid moet strenger controleren of burgers die een leefloon krijgen, een eigendom in het buitenland hebben. Absoluut. Al die pajakkers die hebben 3-4 huizen in Marokko, in Jacamaca. En dan komen ze hier nog een beetje geld halen. Aan KCMW komen ze nog een beetje leefloners spelen. Nee. Dat moet direct gecontroleerd worden. Maar eigenlijk is er geen controle nodig. Die Charles zouden moeten onder de mond persen. We hebben nu hier niet nodig. De volgende vraag naar de dokter gaan moet volledig gratis worden. Ah nee. Als je naar de dokter gaat, moet je heel veel betalen. Jij doet het toch voor niets? Alsjeblieft? Jij doet het toch voor niets? Je bent hier een hele generatie aan het genezen. En jij vraagt geen honorarium voor. Dat komt omdat ik een goed mens ben. Maar normaal, dokters, hoe wilde jij dat ze hun villa's betalen, hun maîtresse, hun BMW's, hun Audi's? Een dokter die moet heel veel verdienen. Die heeft daarvoor nu 9 jaar gestudeerd, weet jij wel wat dat is? Tuurlijk, hij studeerde op onze kosten, maar dit tussen haakjes. Nee. Dokters, ik vind dat de dokters €100 per consultatie zouden moeten vragen, dan zullen er veel mensen minder ziek zijn. Allee. Dus dat komt eigenlijk de volksgezondheid ten goede. Er zijn minder zieken. En de dokters zijn content. Ga maar verder. Zie eens wat uw uitslag is. Nu, bij mij is het Vlaams Belang en N-VA zijn allebei aan het winnen met 29%. Dus dat is niet eens 50%. Nu, de PvdA staat wel heel laag. Ah ja. Ik zie niet in wat dat... waar dat ik dat moest zien of dat dat... Ga verder. Ik ga zien. Bij mij is het Vlaams Belang 34 en dan N-VA 33, zoals de Tjeven ook. En dan de PvdA. En het minste is groen. En dan de PvdA. Oh, ja, de PvdA komt bij mij op de 4e plaats. En de Sossen natuurlijk op de 5e plaats. Maar ja, ze... internationaal socialisten, inazis, ik ben daar niet. Ik ben daar niet zo voor. Hè. Ik ben daar niet zo voor, want het zijn de socialisten die ook gepusht hebben dat we niet meer zouden mogen roken op café. Hè.
Of in de auto. Of in de auto. In de auto binnenkort zullen we zelf thuis meer mogen roken. Hè? Maar dat je op openbare plaatsen meer mocht roken. En wel, dat is een zekere Adolf. Zo ene met snorken, zijn naam ontsnapt mij. Hè? Die dat in 1938 heeft willen invoeren. Want die redeneerde, hè? Die at bijvoorbeeld heel weinig vlees. Het was geen vegan, maar hij had toch heel weinig vlees. Hij dronk heel weinig alcohol en hij rookte nooit. Want hij zei, mensen die vlees eten, die gaan drinken en mensen die zuipen, die gaan paffen. En hij was tegen het roken, dus hij wou dat verbieden. Maar zijn dikke maarschalk Geuring, denk ik, en dan dat kleinheidige kubbelske, die zeiden bij een vuurig, dat zal niet gaan, dan zal de bevolking in opstand komen. En de Rijkskanselier met het snorken heeft het dus niet gedaan, die maatregelen ingevoerd. Maar 70 jaar later, ik denk ja, een goede 70 jaar later bijna, heeft de Europese gemeenschap dat wel ingevoerd, dankzij de INASIS, de Internationaal Socialisten, met medewerking van alle andere partijen. Okay. Wat wil je nog weten, jongen? Wel, ik heb eigenlijk geen vragen voor u, want dit is maar... Allee, ik ben hier eigenlijk maar gewoon voor wat in te vullen. Dus, je zit daar maar bij, voor spek en bomen. Ik doe wat dat Goede Wachters doet. Ik ben tijdswise wat wel. Oei. Je gaat toch niet gelijk Bo van Spielbeek een pruik aandoen, een bloemenjurk, ogieren, jartellen en zeggen dat je een vrouw zet? Nee, hè? Ah, Bo, iemand noemt u een schattegaard in de chat. Ah, liever een schattegaard dan een gierigaard. Ik vermoed dat dat een meisje is, hè. Hier, Sigrid. Ja, ik heb... Je hebt veel aantrek zeker, bij de ik meisjes. Ik heb niet weten. Ja, oké. Okay, ja. We zullen eens naar de vettige klap komen. Dus iedereen die op Discord zit, mag erbij komen. Helaas kunnen we Dr. Joseph zijn lelijke kop niet meer kijken. In de plaats daarvan kunt je zien naar de live chat. Dag, leuk, kleuters. Dag. Vettige klap. Hallo. 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 Dag, meneer Proper. Hallo. Het geluid kwam uit één kant. Ik weet het niet goed. Ik ben daar echt geen held in. Oké, kinderen, waar is Dr. Joseph? Hij heeft het niet door, hè. Hij heeft het weer niet begrepen. Goed, dan kunnen we al zien wat voor stomme comments dat we hier weer hebben gekregen en zo. Verbaast het u dat Dr. Joseph Vlaams Belang uitkomt? Niet echt. Maar hij kwam wel maar 30% uit. Als... Ja, en de chaven redelijk hoog. Ja, het is een beetje een chave, om eerlijk te zijn. Oeh, stiekem. Stiekem wel. Waar zit Tim? Ja, ik weet het niet. Tim is niet welkom, maar iedereen die op Discord komt... Is er, kan je uitnodigen voor Discord? Maar wij hebben een permanente uitnodiging, hè. Iedereen kan erop komen. Ja, ik kan Discord niet tonen nu, want... Ja, Radio Tettenbot. Radio Tettenbot. Niels, wil jij eens Radio Tettenbot summonen? Please summon Dr. Joseph. Ja, nee. Ik ga die mens bellen. Dat lijkt mij het beste. hij belt mij. Hallo? maar je moet geen vettige klap komen, hè. Je moet... Dus... Je klikt op dat icoontje, het vettig kwartiertje. Ja, hallo. Is hem hier? Oké, tot... Ja, nu ben ik er. Ja. Zeg het eens. Wauw. Oké, zijn hier mensen die vragen hebben voor Dr. Joseph? Nee, stil.
Het blijft stil. Ze zijn allemaal bezig met... Dokter, hoe lang moet ik een ei koken voor het zacht gekookt is? Als het al hard gekookt is, dan mogen het koken zo lang als je wilt. Het zal niet meer zacht worden. Maar normaal is een ei tussen de 3 en 4 minuten, dat hangt af van de grootte van het gat van de kiek, waar dat het ei uitkomt. Dat hangt af of dat het in de frigo zit, en dat hangt af of dat het vers is, of dat het al een tijdje gelegen heeft. Je kunt zien of een ei vers is, als je het in water gooit en het blijft beneden liggen, dan is het vers. Als het ei gaat drijven naar boven, dan wil zeggen dat er lucht in zit, en dan is het niet meer. Dr. Joseph, wat vind je ervan om binnenkort met een GPS-tracker te moeten rondrijden, zodat de staat op elk moment van de dag weet waar je bent? Ik rij niet graag met een tracker rond. Absoluut niet, ik ben tegen trackers. Ik ben voor de natuurlijke zaak, maar alle gekheid op een stokje, dat is natuurlijk weer al dikke zever om ons geld uit onze zak te slaan. Want ze zeggen, ja, maar als je die een trekker niet hebt, dan moet je uw gsm of uw smartphone gebruiken. Ah, ja, maar dan moet je altijd uw smartphone op zak hebben. Dus de smartphone wordt eigenlijk een verplichte elektronische leiband. Want als je hem niet hebt, dan zeggen ze, oh, hij heeft hem niet. Daar gaat iets schuilachtig. Oh, hij is zeker iets van plan. Oh, dus... Wat dat ook doet, Big Brothers watching. Ansrik, vriend van de show, vraagt in welke bunker verschuilt de dokter zich. Maar dat wilt je waarschijnlijk niet zeggen. Natuurlijk niet. Het is een geheime schuilplaats. Als ik de schuilplaats kenbaar maak, dan is het geheim geen geheim meer. Dan komen mijn duizenden fans hier selfies halen. En dat zie ik niet. Ik ben op mijn privacy gestemd. Ik weet waar je woont, Jozef. Gij zou het niet kunnen weten. Meneer Proper, je vliegt in de noeken als je niet oplet. Wie is meneer Proper? Hij wil mij zijn naam niet zeggen. Maar wij hebben hem Farah genoemd. Ik herken zijn stem. Ik herken zijn stem die bol staat van de testosteron. Zijn er nog... Neuk, kleuters, iemand vroeg wat uw specialiteit is en wat dat je eigenlijk dokter bent. Nu, ik weet niet of dat je hierop wilt antwoorden. Ik antwoord op alles. Ik heb verschillende specialiteiten, onder andere de klinische biologie en de raciale sociologie. Waarvoor ik nog een cursus gevolgd heb aan de University of Detroit in 1966, als ik mij niet vergis. Kan 65 of 66 zijn. Ik denk 1966, die een docent, die zei wel in Detroit, zullen er nooit gassenrellen plaats hebben, want de mensen hebben het hier veel te goed met de automobielindustrie. Iedereen heeft weg. Hier zullen dus nooit rassenrellen zijn. Nee, dat was in de maand onvernietigbaar. September dat hem zei. En ik was juist in het land terug. Ik denk in november. En de helft van Detroit lag plat. De buildings stonden in brand. En de Amerikanen hebben de Nationale Garde, dat is het binnenlands leger, ze hebben die moeten inzetten om de opstand van de Afro-Americans, zoals ze dat nu noemen, te bedwingen. Iemand dus... vraagt, dokter, sorry van u te onderbreken, hè. Ik weet maar, ik hoop dat de kinderen maar nu weten waarom dat ik u monteer. Ja. Iemand wil weten of dat je cannabis rookt. Cannabis, dat is kinderspul. Ik wil met iedereen van uw heikneuters daar, die op het wettig kwartiertje zitten. Ik wil iedereen pakken. Zij mogen jointjes beginnen paffen, cannabis, en ik zal telkens een jeneverke drinken. En wel, ik denk dat ik grappig high zal zijn dan zij. Dus cannabis, dat is, ja, dat heeft zijn naam, maar dat is eigenlijk
niet goed. Als u werkelijk echt wil gaan, dan moet u intraveneus heroïne inspuiten. Dat is tenminste iets tamelijk consistent. Je hebt het gehoord, kinderen. Iedereen die naar deze stream kijkt, is meerderjarig. Hè? Minderjarigen zijn hier niet welkom. Heb ik dat al gezegd? Maar goed. Natuurlijk. Maar wat is meerderjarig? Het is niet omdat je 21 bent dat je het verstand van een 21-jarige hebt. Hè? Ik denk dat er veel meerderjarigen zijn die psychisch minderjarig zijn. Wel, die mensen mogen ook leven. Iedereen mag leven voor mij. Ik eerst. Weet je, ik heb ook een vraag voor u. Ik denk dat ik hem al heb zien passeren, maar welke videogames speelt je? Ik heb verschillende videogames. Ik speel nogal graag shootspelletjes, maar dan ook Silent Hunter, een onderzeer, een duikboot. Ik vind dat altijd heel, heel boeiend. He, dat ik mensen kan doden zonder eigenlijk vervolgd te worden. Ik speel veel schietspelletjes. Ja, het laatste dat ik hier opstaan heb is Call of Duty. Call for Duty, ik weet niet. Dat speel ik en ik speel dat in graag. Voor alle duidelijkheid, staat er iets achter gewoon de woorden Call of Duty? 1, Call of Duty 2 en Call of Duty 3... Ik heb het hier niet onder mijn ogen. Maar wat ik eigenlijk het liefst speel, dat is het meest formidabele spel dat ik ken, dat is Pac-Man. 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 Ja, oké. Okay. Ik denk dat we dat wel kunnen. Ik ben een specialist in Pac-Man. Ik zou ook willen dat er de nieuwe versie uitkomt, Pac-Vrouw. En de derde versie... Pak transgender. Miss Pac-Man, dat zegt u niets, nee? Ah, maar nee, als het een mis is, is het geen man, hè. We gaan niet beginnen gelijk bovenal spelen. Het is niet omdat ze meerderjarig allemaal zijn, dat ze met smeerlapperij moeten geconfronteerd worden, hè. Zo zijn we niet getrouwd, hè. Ik word 14 november. Ja, jij... Ja, maar hoe kun je dat controleren? Hoe kun je dat controleren? Dat was een mopje. Het was geen grappig mopje, ga toch weg. Sorry. Nee. Sorry. Ja, mannetjes die kunnen zeggen, ik ben 21 en dat ze maar 13 zijn. Hè. Bijvoorbeeld, ik zeg altijd, ik ben 69. Waarom ik 69 zeg, dat weet ik niet, maar ik zeg dat. Interessant nummer. Uiteindelijk ben ik maar 42. Je zou het niet zeggen, want ik heb plastische... chirurgie ondergaan. De chirurg die mijn neus geopereerd heeft, dat was dezelfde die dat ook bij Michael Jackson gedaan heeft. En dat is toch niet zo goed uitgevallen. Dus bij mij staat hem een beetje scheef. Maar ja, je kunt niet alles in het leven hebben. Hè? Je kunt niet intelligent en mooi zijn. Ik heb gekozen om mooi te zijn. Als welk gender identificeert de dokter zich? Gender. Ik gember bedoelde. He, dat is als welk gember identificeert u? Gender, dat is een neologisme. Dat bestaat niet. Je moet zeggen, als welke seks. Wel, ja. Een man met testosteron. Voilà. Oké, okay. Wat vindt dokter Joseph van de pornobaan in de UK? Wanneer je porno... Ah ja, er is een voorstel om een soort porno-pass in te voeren in de UK. Dat je als minderjarige geen porno meer kunt kijken. Maar als meerderjarige kunt je een ticketje kopen van het een of ander waarmee dat je wel naar porno kunt kijken. Wat is dat nu voor een zever? Meerderjarigen, die hebben geen porno nodig te kijken, die kunnen dat doen. Het zijn de minderjarigen, het zijn de gastekes en de meisjes van 11, 12, 13 jaar die daar nood aan hebben. Ik weet, in mijn jeugd, hè, dan bestond al die porno. Wat deden we dan? De bijsluiters van de Tampax lezen. Dat was onze porno. In de tijd, maar dat is nu allemaal veranderd. En werkte dat? Dat ga ik niet aan uw wijsneusje leggen. Natuurlijk werkte dat. Want in porno is het niet wat je ziet.
Want het is wat dat je niet ziet. Het is wat dat er gesuggereerd wordt. He, want porno, dat is altijd hetzelfde. De vent doet zijn broek open, he, ze nemen er zijn Charlotte uit, ze zappen daar een beetje aan, he, en dan ligt hij de kom uit, he, en dan rampen-tampen ze een keer, langs voor, langs achter, en het is gedaan. Dat is altijd hetzelfde, dat is niet creatief. Porno, dat is vervelend. Zeer vervelend. En ongezond. Want van masturbatie wordt geblind, zeggen tenminste de pastoors. Ik heb nog weinig blinde pastoors gezien, maar ik denk dat er veel pastoors regelmatig met hun wierookvat zwaaien. Als je begrijpt wat ik hiermee bedoel. Oké. Ja, ik wil hier even iets anders zeggen. Welke samenzweringen zijn echt volgens de dokter? Dokter, welke samenzweringen zijn echt en niet gewoon samenzweringen? Dat Kennedy vermoord is, dat is echt. John Fitzgerald Kennedy, hè? JFK. Dat is een echte samenzwering. Dat er de waarheid niet verteld wordt over de Twin Towers die aangevallen zijn. Dat is een echte samenzwering. Ik zeg niet dat dat drones waren of dat dat een virtuele aanval was, maar ik zeg de informatie die wij daarover krijgen. Hè, dat is een echt complot. Dat is een echt complot. Dat is geen theorie, maar een echt complot. Ik ga ermee stoppen. Tot ziens. Goeiedag, dokter. Dag. Dag. Doei. Dag. Voilà, dat was hem dan, kinderen. We zullen de stream dan ook hierbij laten. Oh, fuck it, dat ik hier op al die dingen geantwoorden ze.